Kennedy en zijn Better Days. Ja, gladde stenen in de straat. Dat is waar in de stadswijk Vinkhuizen bewoners aan de Zandsteenlaan zich al een tijd ergeren. Als die stenen nat worden, dan zorgt het volgens de omwonenden voor gevaarlijke situaties zoals valpartijen. Er moet volgens hen dan ook een oplossing komen en die is even simpel als duidelijk. De stenen moeten eruit. Maar gaat dat ook gebeuren? Verslaggever Robert Pastoor die nam een kijkje bij de bewoners en de stenen. Ga naar buiten. Als ik bij jullie in de tuin sta, is het dan nog veilig? Ja, zeker. Oké, goed. Even zien. Ja, dit zijn ruwere stenen, maar het begint dan hier, waar het de eigen tuin overgaat op de grond van de gemeente. Nou, het is nu... Ja, het is wel anders dan de stenen die ernaast liggen, de ruwere stenen. Wat gebeurt hier als het nat is? Dan is het glad. Je krijgt er een laagje overheen en dan glij je eigenlijk alle kanten op. En dan heeft het nog niet eens gevroren. En wat zien jullie hier dan gebeuren in de buurt? Nou, ik woon tegenover een ronding. En als hier postbezorgers, DHL, etenbezorgers, noem het allemaal maar op. Nou, die glijden onderuit en die komen hard te val. Zullen we even de proef op de som gaan nemen en een emmer vol met water over het plein gaan gooien? Ja, ik vind dat prima. Hoe lang zitten jullie al met het probleem? Nou, ik denk eigenlijk al wel zolang als het hier gelegd is. Dus en dat is? Bijna 20 jaar. En wordt het dan al jarenlang niet aangepakt? Er zijn meerdere keren meldingen gedaan. Wel wat mee gedaan. Maar geen oplossing gezocht. Wij gaan naar buiten toe. Kijken hoe onveilig het daadwerkelijk is. 3, 2, 1. Ja. Ik denk niet nu van, ik val. Maar als hier fietsers overheen gaan, dan zien jullie dus andere taferelen. Oh, ja, zeker. Ja, ja. Als je een fiets pakt inderdaad en je gaat hier een bocht in, dan lig je op je snuffert. Dat is makkelijk zat. We willen gewoon van deze stenen af. We willen gewoon de oude, traditionele vierkante tegels er wat mijn part weer in. Want wij weten zeker dat die gewoon stroef zijn. We zijn inmiddels een paar uur verder en ik sta hier nu samen met de bewoners bij de gemeente. Want ze willen nu van de wethouder een oplossing horen voor het probleem. Wat mij betreft, binnen nu 6 weken lossen we dit gewoon op. Mijn voorstel is wel dat we eerst gaan kijken van, we gaan het nu zelf schoonmaken. We geven het nu dus niet uit handen. We hebben de apparatuur aangeschaft. We gaan het schoonmaken. We gaan monitoren van, hoe gaat dat dan? En op moment dat dat... oplossing. Daar moet je niet mee beginnen. De bewoners laten weten dat opruwen geen zin heeft. Dat zou namelijk weggooien van geld zijn. Toch wil de wethouder dat eerst proberen. Stel je voor dat het wel oplost, dat het wel wat oplost. U eist om het eruit te hebben. Kijk, wij wonen daar. Begrijp ik. We beginnen wel eerst eventjes, wat ik zeg, met het opruwen, schoonmaken. Mocht dat niet zo zijn dat het opgelost is, dan komen er gewoon andere stenen in. Het liefst willen wij dat die tegels eruit zijn. Maar als ze eerst een tussenoplossing heeft, dan, en het is eerst veilig, dan gaan we daarvoor. Maar wij strijden sowieso wel verder als het niet goed gaat. Dus dan trekken wij sowieso weer aan de bel. Maar zij klinkt positief en ze gaat er flink mee aan de slag. Dus...